Jullie wouden graag een nieuwe Pokémon Go video. Nou, waar kun je die beter opnemen als in de Efteling zelf? Oké. Okay. Oh, er staat hier een Pikachu, jongens! Intro? Ik wil een intro doen, maar er staat hier gewoon een Pikachu! Oké, okay, goedemiddag en welkom bij deze Pokémon Go aflevering hier in de Efteling. Ik sta hier op het plein van Ezeltjestrek. Jullie zien hier naast mij zien jullie het Pokémon beeld. En Pikachu spant hier gewoon! Dus ik ga eerst eventjes deze Pikachu even vangen. En dan ga ik terug met jullie verwelkomen naar deze video. Dus je begint gewoon hier een video. Oh, trouwens, voordat jullie het willen hebben. Ja, Eevee is er ook bij natuurlijk, dat weten jullie dan. Oké, nou, je hebt de Raspberry, hartstikke leuk. Pikachu, leuk! Ik hoop dat hij synchroon loopt. Ik heb nog niet eens een fatsoenlijke audiotest kunnen doen. 1, 2, 3. Ja, we hebben de Pikachu gevangen. Dus nogmaals, hallo en welkom. Jullie bouwen een nieuwe Pokémon Go video. En hier is hij dan, hier in de Efteling. Ik sta hier naast een krijzende wraak. Bij Sneeuwwitje. Ik weet nog steeds niet wat Sneeuwwitje je doet. Sneeuwwitje was Disney, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik ga jullie laten zien hoe dat de Efteling eruit ziet. Jullie zullen verbaasd staan. Dus we gaan ook nog rondlopen in de Carp. Magikarp. Hier moet je kijken hoeveel... Het is hier één grote lureparty. Ja, sorry. Magikarp gaat voor. Oh. Ezeltjestrekje. Waarom ook niet? Ik neem me gelijk mee. Weer een gratis ei. Hartstikke leuk. Maar ik wil eigenlijk op die Magikarp drukken. Er komen hier zoveel Pokémon echt. Dit is gewoon de grote Pokéstop van de Efteling. Waar vier Pokéstops samen zitten. Hoi! Leuk dat er een foto gemaakt wordt. Maar ja, tot er dus ik weet niet hoeveel lures hier tegelijkertijd actief zijn. Ik zal het eigenlijk nog één keer proberen te laten zien. Eerst even kijken of we een Magikarp kunnen vangen. Ja. Nou ja, jullie kunnen het hier zien, hè, waar mijn hand nou zit. Dus wat een luxe. Ik wou dat ik die luxe ook had. Nou, zoals jullie zien, we zitten bijna al op 300 Magikarp Candy. Dus is die Gastly er nog? Nee, die Gastly is weg. Paris boeit me niet. Nou, dit is dus de Efteling, jongens. Moet je kijken hoeveel Pokéstops er zijn. Dit is echt, daar is de parkeerplaats. En we zitten dus nu hier bij vrouw Holle en Ezeltje Strekje. En ik zal zelf eventjes wat Pokéstops eventjes actief... want ik heb bijna geen Pokéballs meer. Oh, 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 oh. Maar ja, jullie wouden dus dolgraag weer een nieuwe Pokémon Go video. Nou, ik dacht misschien is het leuk om dat in de Efteling te gaan doen. Dus we gaan sowieso nog lekker naar de Gondoletta's toe. Perfecte manier om eieren te breeden. We gaan natuurlijk ook nog eventjes met de trein mee. En ik zet Eevee even aan de andere kant neer, want daar zitten te veel vliegjes. Die zitten hem te irriteren. Zo, jullie zien hem net niet. Komt eigenlijk nog wel in beeld. Wat komt er nou weer? Een Rattata. Niemand geeft het om Rattata's. Deze is net te ver weg. Zul je net zien. Maar goed, wat dus ook de bedoeling is, is dat we dus wat eieren uit laten komen en dat we dus een level omhoog gaan. Ik heb een 10 kilometer ei, die gaan we proberen uit te laten komen. Daar moeten we nog 7 kilometer voor. Diverse 2 kilometer eieren, 5 kilometer eieren. We zien van eigenlijk wel hoe dat balletje gaat lopen. Dus ik heb hier in ieder geval nou de screen naast me. Dus mocht er iets spannend gebeuren, laat ik het jullie zien. Zoals een Magikarp. En nog een Magikarp. De Efteling is the place to be for Magikarps. Er staat er hier eentje die probeert mij te vangen waarschijnlijk met zijn telefoon. Volgens mij heet hij dat. Te vangen via foto. Leuk. En sla mijn bal niet weg. Zagen jullie dat? Hij sloeg gewoon mijn bal weg. Vervloekt zijt gij. Nou. Probeer het gewoon nog een keer. Deze belsprout is irritant. Belfout eerste klas. Worden hier links en rechts ook foto's gemaakt? Ik weet niet waarom. Ik bedoel, iedereen is een Pokémon trainer hier, dus... Pokémon Go trainer moet ik dan zeggen. Nou, we proberen nog gewoon met een great ball. Ik bedoel, hij is 600. Ik snap dat het best wel... Hij blijft gewoon maar niet zitten. Moet ik nou echt ultra balls op gaan gooien? Dat meen je niet. Nou, heel voorzichtig. En dat laadschermpje weer van Doom. Gaan we hier gewoon een ultra ball op gooien? Nou blijft hij zitten. Tenminste, ik ga er nou naar kijken. Ja.
iedereen hier vrolijk van. Afgekeurde belfout. Struggling with Bellsprouts. Ja. Mooi. Nou, die hebben we ook weer te pakken. Op naar de volgende Pokémon. Jongens, Eevee. We hebben een Eevee. We hebben een Eevee. Komt er gezellig bij. Zo, 662. Oké, okay, deze moet gevangen worden, jongen. Raspberries, ultraballs, gooi er alles op. Voorzichtig. Oké, okay, nou maar hopen dat hij blijft zitten. Extra karma hier. Oh, hij blijft hier zitten, wil niet wegrennen. Oh, dan ben ik altijd zo bang voor dat hij wegrennen. Blijf jij hier zitten? Mooi. Zo zie je maar weer, op dit plein komt echt van alles langs. En ik heb niet echt veel ultraballs meer, dus... Ga je een rondje Efteling maakt het zo, maar nu zit ik in de scène met mijn statief. Dus daar heb ik mijn statief niet meer bij me. De muziek zelf stopt ermee. Zo awesome is die Eevee. Kom op. 1, 2, nee! Nee, 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 nee. Eevee, jij blijft. Dit klinkt heel raar alleen maar met geluidseffecten. Denk bij je eigen, wat voor geluid komt daar nou weer uit? Oké. Okay. Ja, je bent heel speels. Kom op, blijf nou zitten. 1, 2, 3. Ja, we hebben een Eevee 662. Alright! Nou, dit is al voor mij een geslaagde dag. Ik weet niet voor jullie, maar nou moet ik weer Candy gaan verzamelen om Eevee te laten evolueren. Wat leuk. Zoals jullie hebben het trouwens nog niet gezien, maar mijn Eevee-collectie is zo. Twee saaie eenden. Wat leuk. Maar jullie hebben het nog niet gezien, maar mijn collectie van Eevees ziet er zo uit. Leuk. Dus ja, ik heb daar ook dus een hele verzameling van de Eevees die ik heb. Ik heb deze trouwens nog niet, ik heb die ene nog niet gefavored. Dus dat ga ik wel eventjes doen. En ja, spannend. Polyworld. Oh ja, ja, ja. Ik hoor hier overal omheen in één keer Polyworld. Nou, pas spannend hier bij mij. Deze is nog niet zo hoog als degene die we al hebben. Maar ja, de candy is altijd handig. Dus ik ga hem proberen te vangen gewoon met Great Balls. Dus, maar je komt hier echt van alles tegen. Vergeet niet, we hebben een Pikachu al gevangen. We hebben een Eevee, heel erg belangrijk, van een heel hoog level. Dus, en heel veel Magikarp niet vergeten. Maar nu zelfs ook een Polyworld. Polyworld, boom! Blijf in je bal. Een rare setup eigenlijk, zo zeg. Nou, hij is al weer vrij hoor. Volgens mij werken die raspberries voor geen meter. 2. Ik ga hem nog een keer. Oké, okay, hij schudde nou twee keer. We gaan hem weer een nieuwe raspberry geven. Volgens mij werken ze niet hoor. Dat is onzin. Oké, okay, we hebben nu een Kretro. Nu moet hij blijven zitten voor mij, want dan krijgen we extra experience. Blijf in je bal. En mij uitlachen ook nog eens een keer. Doe je er chagrijnig van, of niet dan? Met zijn vuistjes. Hij heeft puppyoogjes, maar... Oh, nou gooi ik weer te langzaam in verband met een leg spike. Hartstikke leuk. Hier dan een Nystro. Ik ga hem even iets lager zetten trouwens. Nee. Hij wil echt niet blijven zitten. Hij verrekt het. En ik verrek het om een ultrabal te gebruiken, want die zijn alleen maar gereserveerd voor Eevees. Ik heb er nog maar 4, dus... Maar ja, we gaan sowieso dadelijk rondlopen, dus... Ik zet hem ietsjes achter hier. Dat is wel erg luid. Nou, het werkt in ieder geval. Polyroll is gevangen, yay! Nou, heel misschien ook hoef ik nog maar 2 candy te hebben en dan kan ik hem evalueren. Oeh. Oh, nog een Polyroll. Of is dat Polyred? Oddish gaat voor. Oddish heeft voorrang. Oddish heeft geen voorrang. Dit is deze. Kom op. Pak hem. Want dan kunnen we Polyroll laten evalueren en dan kunnen we dus kijken hoe sterk dat een Polyred gaat worden.
Deze is wat lager, deze 159, dus deze kunnen we ook gelijk transferen. Hartstikke fijn. 1, 2. Oh, kom op zeg. Oh, hij rent zelfs weg. Oké, nog geen evolutie helaas. Moet ik wel even kijken of ik nog genoeg kan transferen voor de eerste evolutie. Wel, misschien gaan we dan zelfs level omhoog. Oh, de poly swag is real. Dit zou eigenlijk ook al voldoende moeten zijn om onze Poliwhirl te laten evolueren. Ik heb jullie mijn Poliwhirl nog niet laten zien, maar die komt dadelijk. Want de aanval was goed en IV's, daar begin ik niet aan jongens. Ik bedoel serieus, op de Game Boy Games kan ik me wel een beetje voorstellen. Maar op Pokémon Go, kom op zeg, het is Pokémon Go. Daar heb je nog niet eens een echt battle systeem. Wauw, een zwevende Pokébal. Nou, wil deze Poliswag alsjeblieft blijven zitten? Ik wil zeggen, anders noemen we het gewoon de Let's Play vloek hoor. Nou, we hebben dus nu 100 candy. Dus nu ben ik zeker nieuwsgierig als we er eentje gaan vangen. Deze mag gelijk getransferd worden. Ook al heeft hij een hele goede stat, gelijk transferen die app. Ik ken er nou toch nog niks mee. Oké, nou. Een Magikarp. Sorry jongens, ik ga eerst even de Magikarp vangen en ik knip wel naar de evolutie. Jongens, de poly swag is real. Ik probeer hem te laten evolueren, maar de spawn er in zoveel. Misschien kunnen we nog zelfs een nieuwe laten evolueren. Als we 125 halen. Een Dratini? Ja. Jongens, we hebben weer een Dratini. Ik mag niet evolueren. Ik mag gewoon... Weet je wat, dat proberen we dan dadelijk wel als we hier uit dit Poképlein weg zijn. Want hier blijven de gekste Pokémon spannen. Ik zal eventjes de AR aanzetten, dat is hartstikke leuk. Als mensen nou in beeld komen, kijk uit, want het komt op YouTube. Dus ja, je mag gewoon in beeld staan. Of al loop je over die Dratini heen, dan maakt mij het uit. Hartstikke gezellig. Dus, maar we zien dus hier die Dratini. En ik ben heel slecht in AR vangen, zie ik. Oké, zijn CP is heel erg... Wow, dit hapert als een ziekte. Oké, dat gaat hem niet worden. Ik heb geen Great Balls meer, ik heb alleen nog maar de Ultra Balls. Ik heb alleen nog maar Ultra Balls en deze heeft een CP van 64. Wauw. Als die er nou uitspringt, Niantic, wat is er mis met jullie? Nou, die hebben we ook weer. Yes! Ik heb Pokeballs nodig en snelder, maar dan moet ik eerst terug naar de auto lopen om het statief op te ruimen. Oh. We gaan gewoon eventjes kijken hoe ver... Ik zie nou geen Pokémon. Anders? Oh, daar komen ze. Ja. Yeah. Ik evolueer dadelijk wel. Ik ga nog heel eventjes vangen met de kleine ultrabals die ik nog heb. Ik wil wel eventjes deze. Ja, dat was al genoeg voor onze level up. Level up, level 23. 10 ultrabals, hyper potion, revive. Hartstikke leuk. En ik zie dat hier zelfs ook een Krabby, maar dat boeit me nou even op dit moment niet. Ja, ik ben heel even terug naar de auto gegaan om de statief even terug te zetten. En dan gaan we nou beginnen met de gewone wandeling. Want het is natuurlijk ook nog steeds de bedoeling dat wij de eieren uit laten komen. Dus ik... Wat spant er nou weer? Er zit hier een Krabby. En een Pidgey. En nou zal iedereen zeggen van waarom vang je die Krabby niet? Omdat ik er geen zin in heb. Dus... Ja, nou is het even de bedoeling om eieren uit te laten komen. Dus ik ga gewoon wandelen en we zien wel wat we tegenkomen onderweg. Oké, serieus. Dat plein waar we dus net stonden met het statief. Daar hebben ze nou alle 5 de lures geactiveerd. Dus ik denk dat ik daar nog heel eventjes naartoe ga. Misschien dat ik nog wat extra Eevees tegen kan komen. Maar over... Nee, dat is een Oddish. Dat is geen Eevee. Een film dus... van Pokémon Go. Hè? Een film van Pokémon Go. Ja, een van Pokémon Go, ja. Wij spelen het ook. Wij hebben een Pikachu. Oh, dat is netjes. Goed bezig. Even kijken, ik hoor van alles hier spannen. Oh, dat is weer een Spero. Spero's zijn niet echt interessant genoeg. Maar wat nou no internet connectivity? Zeur niet! Dank je. Oké, nou, we gaan heel voorzichtig eventjes zo. Hallo! Hallo! Pokémon Go! Ja, inderdaad, daar gaat deze video over. Hele gezellige mensen. Dank u wel. Dus ja, ik ga heel eventjes toch... Oh, eentje is nou helaas gedeactiveerd. Nou weet ik dus niet hoe lang dat gaat duren. Hi Paris. Ja, jullie zien heel veel Pokémon naar spannen die ik niet vang. Maar dat heeft gewoon een reden. Ik heb gewoon te weinig Pokéballs. Dus die kant op. Wow. Ik loop hier met gestrekte armen. Mensen, die hebben echt zoiets van... Ja, kijk uit met die armen. Douw je gewoon aan de kant. Ik geef ze groot gelijk. Ik neem veel te veel ruimte in beslag. Nou, die ene lure die is nog niet actief. En Eevee. Ja hoor, daar is hij weer. Weer een Eevee. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik heb een camera in mijn hand. En met de duim gaat dit waarschijnlijk niet soepel. Oh boy.
Ik ga het gewoon proberen met de duim. Oh, hij is heel erg sterk. Dit wordt mijn ultrabals. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga heel even hier aan de kant staan. Ik ga heel eventjes aan de kant staan. Dit, net een statief ging het toch een stuk makkelijker, jongens. Echt, Oké. Selecteren we eventjes een andere bal. Ja, is apart dit. Met de duim. Jongens, speel dit niet met de duim. Daar gooi je heel slecht mee. Oké. 2, 3. Nou, we hebben hem weer gevangen. Dat is alleen maar gunstig. Dus weer een Eevee erbij. Misschien kunnen we die van 663 of 62 kunnen laten evalueren in deze Pokémon Go video. Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Nicknames werken niet meer, dus we gaan gewoon op de randomizer. Dus nou, we hebben er wel weer een Eevee bij. We hebben al 12 candy en die ene lure is alweer geactiveerd hoor. Dus ik ga ze hier eventjes allemaal pakken. En ja, misschien komen we nog wel andere awesome Pokémon tegen. Ik ga nog heel even op het pleintje zitten. Maar ik denk niet dat ik dit helemaal ga filmen. Ik denk dat we dadelijk weer terugkomen bij de trein of zo. Want ja, we willen toch wel dat 10 kilometer ei ook in deze video uitkrijgen. Dus vandaar. Dus ja, ik denk dat ik jullie in de trein ga zien. Tenminste, als ik niet de Spinning Ball of Doom krijg. Oh, en trouwens jongens, als jullie in de Efteling zijn, vergeet niet ook natuurlijk ook nog een beetje plezier te hebben van het park zelf. Ik zelf heb een abonnement op het park, ik kom hier vaker als alleen vandaag. Dus vandaag focus ik eigenlijk de dag wel een beetje op Pokémon Go. Maar normaal gesproken ben ik hier of met familie of met vrienden en dan gaan we gewoon gezellig in achtbanen, noem maar op. Zoals jullie hebben gezien in mijn Efteling vlog. Maar ja, deze is dus helemaal gespecialiseerd in Pokémon Go. En ik zie twee Parasit, die boeien me niet echt veel. Nee, ik ga die Pokéstops verzamelen en ik zie jullie dadelijk in de trein. Nou, we zitten nu dus heel eventjes in de stoomtrein. Dit werkt namelijk heel erg goed met eieren uitkomen, blijkbaar. Ondertussen zijn we 3 uur verder. Jullie zien naast mij nog steeds het schermpje. Ik heb er enorm veel Oh, er spant er iets, jongens. Even wachten. Wat spant er. Het is hier nog steeds één grote spanfestival. Maar je kunt dus zien, ik heb enorm veel Eevees erbij gevangen. Ik zal eventjes op de recentlijst, dat is wat netter. Dus even op recent. Als je ziet hoeveel Eevees, ja, 666 Eevee. Nou zat ik te twijfelen, want ik heb ook een 662 en ik denk dat ik die 662 ga laten evolueren. Dus dadelijk als de trein gaat rijden, dan zal ik ook laten zien hoe dat het precies werkt. Maar Dratini zit erbij, nog een Eevee daar van 662. Heel veel Magikarps die we hebben gevangen, Pikachu die we hebben gevangen, maar ja, dat hebben jullie net al gezien. Dus dit is echt de place to haha go! Sorry, die moest gewoon. Echt, mensen die zitten hier al te facepalm in de trein van, moest dat nou? Ja, dat moest. Nou ja, ik film nog heel eventjes door, kijken wat er in de trein gebeurt en ik zie jullie hier in de volgende scène. Oké, nou we zijn dus nou bezig. Ik ben zeker. Maar je ziet dus ons karakter die loopt. Het enige nadeel is wel, ik ben bang voor dat spinnende cirkeltje, want normaal gesproken, als je dat spinnende cirkeltje ziet, dan, ja, dan registreert hij je kilometers niet. Dus ik hoop dat we nou een beetje een ei uit kunnen laten komen. Ken ik even op een... Ja, ik probeer. Ik heb mijn telefoon nu voor me zitten. Dat is echt heel raar nou. Moment, jongens. Nee, comfortabel is iets anders. Maar goed, dat maakt niet uit. Oké, even wat pokebaltjes erbij. We kunnen al die pokestops ook proberen mee te nemen. Dus laten we eens even kijken of we een ei uit kunnen laten komen. En er spant weer een Oddish. En ja, ik zou zo ook Pokémon kunnen vangen, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Daar heb ik net al genoeg gedaan. Dus dadelijk in de condoletters gaan we zeker een Eevee laten evolueren. Waar spant er nou weer? Daar staat. Zubatman. Oh, wat leuk. Dus hi. Nou, we krijgen weer een ultrabal. Dat is alleen maar fijn. Dus ja, met een beetje geluk komt nou een 2 kilometer ei uit. En hopelijk tot dat 10 kilometer ei ook nog vandaag uit gaat komen. Dus, oh ja, daar gaan we. Oké, wat zal het zijn? Oh, dit is spannend, jongens. Wees een Pikachu of iets. Een Pidgey. Joepie, weet je wat we met Pidgeys doen? Transferen die op. Doei! Nou, dan gaan we gelijk eventjes een ander ei selecteren voor 2 kilometer. Want ja, we hebben nog genoeg eieren uit te laten komen. Dus ondanks dat hij nou loopt... dit is niet makkelijk met één hand trouwens, jongens. Eén tip, speel Pokémon Go zo niet. Oké, nou die kunnen we eventjes neerzetten. Zo, ja, ik heb te veel gyms gehad, vandaar dat ik al die incubators heb. Ik heb er 4 om precies te zijn nu. Dus ja, dat was al een teleurstelling. Eerste ei is een teleurstelling. Magikarp, ja, Magikarp heeft voorrang op alles.
zitten namelijk al 340 candy. Misschien dat we zelfs nog Magikarp kunnen laten evolueren. CP16, ik weet dat met de duim niet ideaal is om te vangen. Maar ik heb geen keus. Normaal zou ik hier weer doen. En dat is wel grappig, want we komen nu dus over het water. Ik hoop dat jullie het kunnen zien nu. Ja, daar is het water. Oh, even wachten jongens. Daar kwijt mijn petje nog af. Ik ga dan best wel snel. Dus. Nou, we hebben trouwens ook gezien dat er hier een nieuw petje te halen is. En dat zal wat steviger op mijn hoofd blijven zitten. Dus ik ben van plan om zo'n petje ook steeds te halen. Het is praktisch hetzelfde als deze, maar dan iets stabieler. Nou, hier zitten we dan nou in de gondoletta's. En zoals jullie dus kunnen zien vaart Pokémon Go dus lekker mee. Er zijn nog geen nieuwe eieren uitgekomen helaas op het moment. Maar misschien nog wel. Dus ja, nou kan ik eigenlijk een beetje zeggen van Pokémon Go, is het leuk om te spelen in de Efteling? Ja, het is hartstikke leuk om te spelen, maar alleen op het moment dat je of een abonnement hebt en dus dichtbij de Efteling, of ja, makkelijk naar de Efteling toe kan komen, laat ik het zo zeggen. Want op het moment dat je dus, oh, Pokéstop, even wachten, die neem ik even mee. Want op het moment dat je er echt elke keer als je naar de Efteling toe gaat 46 euro voor zou neer moeten leggen, dan zou ik zeggen van nee, dan is het niet handig. En zoals jullie zien, ik heb een nieuw petje. Ze verkochten hier dus de Pokémon Red pet. En daar was ik dus al heel erg veel eigenlijk naar aan het zoeken bij andere events. Maar die kreeg ik dus niet gevonden. Nou, bij de Efteling hebben we hem dus verder nog gevonden ook. Dus dat maakt het alleen maar leuk. De oude pet die zit gewoon in mijn rugzak, dus die blijft Echo! Leuk. Dus ja. Nou, dan kan ik eventjes jullie een beetje laten zien wat ik dus vandaag de dag een beetje gevangen heb. Als ik dus bij Pokémon ga kijken. Ja, dat is dus mijn hele Eevee team zoals jullie dus kunnen zien. Maar dan druk ik even op recent. Ik heb er wel veel getransferd hoor, dat wel. Maar zoals jullie dus zien, echt heel erg veel Eevees. Oddishes. Ik heb hier weer een Spearow ertussen zitten. Af en toe verdwaalde Weedle. Magikarps heb ik heel veel gevangen. Voornamelijk die Eevees. En die ene Eevee waar ik nou dus over heb, ik wil die Eevee van 600... Oh, er spant hier iets. Wat spant er? Weer een Magikarp. Een Staryu en een Goldeen. Die boeien me niet echt zoveel. Dus ik wil Eevee laten evolueren, jongens. Dus we hebben ook trouwens een Dratini. Die ja, wou ik eigenlijk ook nog heel eventjes zo voorbij de scroll. Volgens mij kwam hij net voorbij. We hebben weer een Horsea. Daar hebben we hem. Hij is van 64. Niet echt een hoog level of iets in die trend, maar... Leuk dat hij erbij zit. Maar goed, wij willen dus heel eventjes een Eevee gaan evalueren. En nou weet ik niet of de naam bij mij gaat werken. Ik denk het niet, want ik heb alle Eevees al op mijn Pokédex staan. Maar ik wil dus er eentje in Flareon laten veranderen. Dus ik ga heel eventjes naar favoriet. En hopelijk dat er dus zo een ei uit gaat komen. Maar ik wil dus niet de Eevee van 666. Die ga ik gewoon Eeveel of Eeveel noemen. Gewoon Eeveel. Dus dat vind ik wel grappig. Wij gaan die ene van 662 gaan we laten evalueren. En ik hoop dus dat dat de Flareon gaat worden. We hebben candy genoeg. Dus ik ga hem Pyro noemen. Hopelijk dat het werkt. Komen we maar op één manier achter. Ik denk het niet, maar we gaan het gewoon proberen. De spant weer iets, maar dat boeit me nou op dit moment eigenlijk heel weinig. Oké, okay, eerst eventjes die nickname Pyro. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we nou heel even snel kijken wat er spande. Poliwag en nog een Goldeen. Ik heb net Poliwag al geëvalueerd en die werd een Poliwag van 1299. Dus op zich wel leuk, maar ik ben alleen maar eigenlijk nou geïnteresseerd in Magikarps. Maar wij gaan die Eevee nu evalueren. Dus dan kom ik heel erg dichtbij met de camera, sorry. Oké, okay, dus we hebben Pyro. Evolve. En laten we hopen... Vaporeon kan ik ook nog mee leven, want de vorige die ik heel hoog had, dat was dus ook een Jolteon geworden. Maar wij maakt het eigenlijk weinig uit. Elke Eevee is, elke evolutie is leuk. Dus waar het beestje maar zin heeft om in te evolueren en... Het is een Vaporeon! Oké, okay, nou bij mij werkt het namensysteem niet meer, maar we hebben dus nou een Vaporeon. En dan vraag ik mij af, hoe sterk is deze Vaporeon geworden? 1742 met Aqua Tail. Netjes, netjes. Is niet verkeerd, is niet verkeerd. Het zal waarschijnlijk wel zijn omdat we hier dus nou op het water zitten, dat we dus nou een Vaporeon te pakken hebben gekregen. Maar dat wil dus zeggen dat ik dus nou 3 Vaporeons heb. 1 Flareon en 2 Jolteons. Dus Flareon is nog steeds in de minderheid. Ik zal deze een leuke nickname geven. Ik zal hem noemen naar
de randomizer stream die jullie mij... even kijken, dat was Aquarium geloof ik, Aquarium. Dus dan ga ik hem zeker eventjes naar noemen. Aquarium. Ik voel hem weer trillen, jongens. Oh, Aquarion. Zo, hè? Ja. Ik hoop ook het goed spel, jongens. Ik zit hier nou niet echt op een makkelijke situatie. Dus, want aan de ene kant heb ik mijn phone. Ivy die zit hier naast me. Hartstikke gezellig. Aquarion. Zo. Aquarion. Nou, maakt niet uit. Ik vind hem goed. Wat spannend er nou, want we gaan best wel snel. Weer een Goldeen. Oh, een ei komt uit, jongens. Volgens mij zit het 5 kilometer ei. Growlithe, Growlithe, Growlithe. En het is een horsey. Oké, daar ken ik ook wel mee leven. Kunnen we die trouwens nou niet evalueren? Want daar heb ik al heel veel van. Ik bedoel, ik heb nog... Op het moment heb ik 48 candy. Ik geloof dat ik horsey nou wel kan laten evalueren. Dan zou ik deze gelijk op 430 pakken. En hebben we gelijk een Sidra voor onze Pokédex. Dus... Op zich zou dat niet verkeerd zijn, dus ik denk dat ik dat heel eventjes ga doen. Op het moment zie ik niet echt heel erg veel boeiend. Dus zitten we hier rustig even over het water heen. Hè? Dus, maar ja, echt de updates. Ja, ik zelf ben er niet echt zo'n fan van tot het tracking systeem helemaal weg is. Ik heb Pokévision heb ik een paar keer gebruikt, daar ben ik heel eerlijk in. De reden daarvoor was EV-jacht. En ja, aan de ene kant ik vind het wel leuk om te kunnen doen, maar aan de andere kant niet. En nou, voordat ik trouwens iets ga doen, eventjes snel even... een ei nieuw selecteren. Dat was een 5 kilometer ei, dus dan doen we weer een 5 kilometer ei. Kan ik dat nog? Ja, dat kan ik. Die dingen die zijn ook alweer bijna op. Dat gaat echt snel. Maar ja, zolang dat we er nog misbruik van kunnen maken, zullen we dat ook maar zeker doen. 10 kilometer ei is bijna uit aan het komen, dus dat gaat ook wel goed komen. Ik weet niet of die vandaag zeker uit gaat komen, maar dat zullen we zeker zien. Kijk te veel naar het schermpje of naar de lens. Dat doe ik vandaag nogal best wel vaak. Mijn excuses daarvoor. Goed, even kijken. Dan doen we heel eventjes snel op nummer sorteren. Nummer. Dat is een nummer. Ik skip heel even naar voren. Oké, nou, ik heb ze dus nu hier 50 candy en ik heb er eentje van 430 en 401. Dus dan is het heel belangrijk om te gaan kijken welke aanval dat hij heeft. Ivy's, dat maakt me niet echt zoveel uit. Deze heeft Dragon Pulse, dat is een hele sterke aanval. En die van 401. We maken eventjes een turn. Die van 401 die heeft... Nou, kom op. Usva. Die heeft Bubble Beam. Nou, dat is niet zo heel interessant. Nou, dan gaan we gewoon deze even weer. En dan kijken we, gaan we gelijk kijken hoe... Balkje is nog goed vol. Dus ik zou zeggen, laten we het gewoon even weer. En kijken wat voor... Sidra dat eruit gaat komen. Ik heb Sidra nog niet in mijn Pokédex zitten. Dus dat is alleen maar gunstig om die nou te laten evolueren. En na dit ronde dan denk ik dat ik nog even een rondje trein ga doen en daarna weer terug ga naar de lurespot. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Dus nou, we hebben een Sidra. En nou is het heel erg belangrijk, welk level is hij geworden? Want ik ben dan Eevee trainer, dus ja, dit zijn echt van die dingen die ik echt gewoon in de gyms wil laten. 942, dat is een letdown, maar ik heb wel Hydro Pump. Ah ja, misschien ook er nog genoeg levels in. Ik heb pompen of zo, wie weet. We hebben er in ieder geval eentje dan voor de Pokédex. Daar ben ik in ieder geval heel erg blij om. Dus, nee, niet echt zo'n succes, maar... Ach ja, wat maakt het uit. En ik heb nog heel veel Magikarps. Even kijken. 1, 4, 17, 13, 16, 19... Ik heb er nog 20, dus komen 20 candy tekort of ja, 19 candy tekort. Dan weten we wat ons te doen staat. En ik krijg nou de Spinning Ball of Sadness. Ik ben bang dat ik wel eventjes moet restarten. Dat wil zeggen dat hij dan niet meer wil laden. En de ene keer dan klapt hij er gewoon zelf uit. Maar de andere keer dan blijft hij er dus ik weet niet hoe lang in hangen. En dat is nooit fijn. Dus ik denk dat ik wel eventjes ga resetten. Weer een nieuw ei, wat leuk! Ja, we hebben nou een klein technisch mankementje gehad. Want mijn telefoon die resetten in één keer. Waardoor dat de vorige opname dus helaas niet gelukt is. Het nadeel is... oh, er komt weer een ei uit. Nou, in ieder geval even die op camera. Dit is een 2 kilometer ei, dus hier kan weer een starter in zitten of een Pikachu! Oh, nou, volgens mij heb ik nou genoeg candies, jongens, om een Pikachu te laten evolueren. Ja, wij hebben genoeg candy om een Pikachu te laten evolueren. Awesome! No internet connectivity, joh, ga fietsen. Wij kunnen een Pikachu laten evolueren. Even kijken welke aanvallen dat deze heeft. Discharge, dat is niet echt handig. Pokémon blauw, Pokémon rood. Ik zit hier bij een hele grote gezellige Pokémon Go groep zelfs. Dat is echt heel gezellig om daar ook de video, om daar het einde mee te gaan maken.
Dus, maar allereerst wil ik een Pikachu gaan evalueren. Dat ga ik nou als eerste doen. Ik ben heel benieuwd wat er namelijk met die Pikachu, hoe sterk dat die gaat worden. Het is Pikachu 501, dus... 501? Even kijken, dan gaan we naar nummer. En ik voel hier iets trillen. Het is... Wat spannend. Is er iets boeiends? Weedles? Niet boeiend? Hij wordt tegen de 1200. Tegen de 1200. Spoilers! We hebben er eentje die spoilt hier gewoon. Hij gokt maar wat, hè? Hij gokt maar wat. Nou, het is een. Eigenlijk een. Het is officieel een starter. Dus een van de eerste Pokémon die je kan vangen, de Hidden Starter. Dus we zijn zeker nieuwsgierig. Oké, here we go. 501 Pikachu met Thunderbolt. Do you want to power up? Nee, we willen evalueren. Nee, ga weg. Evolve. And here we go. Het enige nadeel is wel, dan zegt hij dus niet meer zo lief Pikachu. Dan is het gewoon dat geluid. We hebben helemaal geen geluid trouwens, nog leuker. Dus even kijken. En daar hebben we Raichu, yay! Dus gaan we eens even kijken hoe gelijk dat hij had. Met zijn 1200. Hij was tussen de 1167 en de 1195. Hij is 1159. Wow, hij heeft het... En hij kent Thunder! Oh, we kunnen een power-up doen. Doen we gelijk. Hoppakee. Kijk maar. Nou, dan is hij lager. Ja, slecht Pikachu. Nee hoor, hij is snel 1187. ik had nog twee candy over gewoon gelijk gebruiken. Dat is toch het makkelijkste, jongens, of niet? Nou, in ieder geval, als jullie dus willen... de eieren zijn nog een beetje uitgekomen. Dus hé, kijk, een Kingweg, wat leuk. Jullie zien al mijn Pokémon. Heb je in een treintje gezeten? Ik heb in een treintje gezeten. Dus als jullie gaan kijken, de sterkste, dat is nu 1782. Dat is nog steeds mijn Executor-dinges geval. Niet belangrijk. Maar we gaan eventjes bij Recent kijken. Dan kunnen we dus kijken wat we allemaal gevangen hebben. Ik zal jullie eens wat hoger houden, want dat ziet er heel raar uit. We hebben dus weer Pidgeys. Voornamelijk heel veel Eevees, waaronder dat Evil. Met CP666. Misschien dat we die nog doen evalueren, dat weet ik niet zeker. Kan altijd leuk zijn. Nou, en een ton van Magikarps, maar ik ben bang dat we de Magikarp tot we geen Gyarados helaas kunnen gaan halen vandaag de dag. Dus ik ga nog wel even het een en ander proberen te vangen, maar we hebben dus heel veel Pokémon te pakken gekregen. En deze groepje, die is gewoon gezellig. Eentje heeft mij zelfs nog geholpen naar een Eevee. Ik weet niet hoe, maar deze lure party die gaat al gewoon zoveel uur door. Dat is ongelooflijk gewoon. Ik weet niet wie al die lures hier de hele tijd opgooit, maar mijn bag is vol alweer. Ja, Eevee. Ik heb een beetje veel potions en zo. Ik heb 401 items. Oeps. Ik heb heel veel pokeballs. Nou, daar zou ik eens een paar van weggooien dan. Jongens, het is zo erg, je gooit pokeballs weg. In het begin van deze video hadden we bijna geen pokeballs en nu hebben we er gewoon over de 100, jongens. Nou, laat ik er 55 weggooien. Maar vergeet niet, zo kunnen we namelijk ook nog greatballs en ultraballs krijgen, dus... Er zit een Eevee in de buurt, hoor, wat spannend! Team Geel! Yay! En zo hoort het ook. All by myself. Voordat ik verder ga met deze Slowpoke. Speciaal voor Erik, die is namelijk bezig met een Jolteon te krijgen op online. We hebben een, iemand die heeft dus heel veel van die codes die er niks mee doet. En daar wordt dus daarvoor gezorgd. Hoi, ik zou heel eventjes heel erg bedankt daarvoor. Ik zou zeker laten weten of er een Jolteon in heeft gezeten. Dus bedankt voor de support. Bedankt. Nou beste kijkers, we zitten nu op het punt dat ik ga zeggen van we hebben enorm veel Pokémon gevangen. We hebben eieren uit laten komen. We hebben van alles eigenlijk zowat gedaan. Dus... Ik dank jullie sowieso voor het kijken naar deze video. Ben je een keer in de Efteling? Geniet van het park. Ik ga geen Pokémon Go spelen. Tenzij dat je een abonnement hebt. Of als je van attractie naar attractie loopt. Maar vergeet niet, een kaartje is toch best wel prijzig. Om alleen maar Pokémon Go te spelen. Nee, dus... nee, ik vond het mee. Best mee, joh. 30 euro. Ik zou eerder zeggen als je een dagje... Tientje parkeren. Ja, 47 euro. Ja, maar echt een diehard heb ik het daarvoor over. Ja, ik ga gewoon een abonnement. Ja, dat is waar.
Maar ja, jullie zien het dus, Pokémon Go, je kunt het overal spelen. Ik zeg nogmaals, speel het niet op de fiets of in een auto, dat is levensgevaarlijk. Je wil niet weten hoeveel ongelukken dat er bijna gebeurd zijn als ik niet op mijn rem had gedrukt. Hè? Bijrijden. Bijrijden, dat maakt niet echt zoveel uit. Tenzij dat hij de hele tijd jou aan gaat stoten als bestuurder van, hé, maar eens kijken wat er hier in de buurt is. Dat is irritant. Don't do that. Stop, er is een hier in de buurt. Stop eventjes, druk op de rem. Zit je midden op de snelweg, 120 km per uur. Tuurlijk, ik stop wel even hoor. Ja, ik moet zeggen, we midden op de rotonde. Man, stop. Nou jongens, we hebben zoveel Magikarps ondertussen gevonden. We zitten bijna op Gyarados niveau. Misschien kunnen we deze video nog afsluiten met een Gyarados, wie weet. En hun ging een andere. Ja, ik heb een Gyarados. Die ging die Jim. Ja, die heeft een Gyarados. Zijn de Gyarados. Hij ook! Ja, ik weet niet, wil jij de video? Nee, hè? Maar was 1783? Waarom krijg ik niet lekker een hatcher? Netjes? Ja, inderdaad, dat is zeker netjes. Hoi! Ik ga even de camera even een beetje dichterbij zo. Ja, een Gyarados. Wat is jouw YouTube-kanaal, als ik vraag mag? Mijn YouTube, ZeldaPlayer20. Ik ga gelijk subscriben. Oh, nou, dankjewel voor de support. Nou, zo zie je het maar weer. Er gebeurt echt van alles, jongens. Ik probeer een outro te... Nee, dat is geen Magikarp. Dat is een wannabe Magikarp. Paris. Zelfde kleur. Mocht er nou nog inderdaad genoeg candy komen voor een Gyarados, dan zou ik dat zeker nog wel in beeld brengen. Waarschijnlijk als ik thuis ben aan het editen. Dus ik dank jullie... 17 video's. Zo. Abonneren. Nou, dankjewel voor de support. Ja. Heb ik al zoveel video's, jongen? 1707. Oh mijn god. Nou nee, dat gaat niet lukken, want ik heb best wel veel beeldmateriaal. AnimeCon! Kijk, dat ben ik, jongens! Wat leuk, dat ben ik! Hey. Eigenlijk is dat Leroy en Mu mee, maar dat maakt niet uit. Dat was aan het... Nou, daar ben je wel veel veranderd. Nou nee, Leroy dat is namelijk een Feebas trainer. En Mumee, dat is een Magikarp trainer. Oh. Dus, en dat was op AnimeCon, en dan liepen wij met z'n drieën dus rond inderdaad. Oh, ja. Magikarp boekje. Ja, inderdaad. Magikarp! We hebben er weer één. Pas twee gevangen en hier al minimaal 10. Jongens, dit gaat hem gewoon worden. Ik ruik het gewoon. Oh nee, sorry, dat ben ik. Maar Hoeveel candy moet je nog? Iets van 30 geloof ik. Oh nee. Als je er dan nog 10 vangt, dan heb je... Ik hoef er nog maar 300. Nou, ik heb er ondertussen nog 20 die ik kan transferen, dus... Je mag mijn Gyarados evalueren. Dan mag ik je Gyarados evalueren? Ja, met Magikarp. Nou, als jij dat even in de beeld erbij wil hebben, ik vind het best. 100%. Jongens, we hebben dus een... Was hij jouw 100%? Ja, dat dingetje. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Bijna, hij is niet op 100%. Wat houdt dat in dan? Nou, dat als je hem dan evalueert... Van 165, jongens. Mumee doet... dit doet pijn voor Mumee. En in één keer 300 Magikarps die eruit spannen, zo. Ploef. Ja hoor, daar is hij. Gyarados. Mijn tweede. Je tweede? Je tweede alweer. Hoe lang zit jij hier al? De andere heb ik gewoon gevangen. En hoe sterk is hij? Even kijken. Heb je gewoon gevangen? 1700 gewoon. Nou jongens, hij heeft... Mumee zou trots op je zijn. En dit zijn de slechtste. Oh, er is een Nidoran. Even wachten, sorry. Nidoran? Ja. Dus jongens, ik probeer het gewoon nog een keer. Mocht ik dus nog de Magikarp, dan komt dat als bonus nog op het einde van de video. Maar voor nu, dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje van deze vlog? Laat het weten in de reacties, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En laat een like achter, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Heb je zelf nou ook een leuk Pokémon avontuur? Deel het op de reacties. Ik ben zeker nieuwsgierig wat voor Pokémon dat jullie al hebben gevangen. Op de gekste manieren. Maar, hou er rekening mee. Altijd speel veilig en hou je omgeving in de gaten. Dit was ZeldaPlayer20 hier in de Efteling. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En nog een hele fijne dag gewenst. Doei! Oké, jongens, het is zover. De Magikarp gaat geëvalueerd worden, want ik heb genoeg candy. Ik had gezegd, als het nog zou komen, dan komt het nog als een bonus in deze video. Magikarp 158, here we go. Evolve. Here we go, jongens. Daar mag geluid bij. Oh, de Gyarados die steekt er al bovenuit. Ja.
En nou natuurlijk naar het weer van vandaag. Het is op dit moment een rustige bries. 1661 met aanval Dragon Breath en Dragon Pulse. 1661 en ik heb hem een keer power-uppen. Dat gaan we ook zeker doen. Hoppakee. Nou is hij 1699. Jongens, we hebben de Magikarp kunnen laten evolueren. Ik ben een blij konijntje. En dit is nou echt het einde van de video. Ik ben altijd een blij konijntje. Zo kennen mijn kijkertjes. Die kennen het. In ieder geval bedankt voor het kijken. En hierbij sluit ik nu echt de video af.